De Centrale Bank van de Republiek van Suriname heeft een bijzonder unieke prestatie geleverd. De Moederbank van Suriname heeft in samenwerking met de Centrale Bank van de Verenigde Staten van Amerika cash US dollars binnengehaald ten behoeve van de Surinaamse samenleving. U hoort governor van de Centrale Bank, Robert van Trick, hierover. Goedendag, governor van Trick. Hoe gaat het met u? Fantastisch. Er is goed nieuws. Mogen we u feliciteren? U mag me feliciteren, maar ik mag u ook feliciteren met dit behaalde succes. Dank u. Geweldig. Suriname heeft een geldzending binnengehaald. Het gaat om valuta's, US dollars. Ja. Kunt u ons iets wat meer vertellen, zodat de samenleving weet wat zich precies afspeelt? Nou, we hebben gisteren de US dollars ontvangen. Het belangrijkste daarvan is niet zozeer dat we dat hebben ontvangen, maar wie we het hebben ontvangen. We hebben momenteel een directe lijn met de US Fed, de Centrale Bank van Amerika. Met andere woorden, de toevoer van cash dollars is gegarandeerd in deze toekomst. Er afgelopen anderhalf jaar heeft een enorme schaarste. Ik heb begrip voor het sentiment van de bevolking. Het was natuurlijk moeilijk om te lichten van je rekening. Het was moeilijk om aan dollars te komen. Die schaarste heeft natuurlijk in een normale marktwerking ervoor gezorgd dat de koers enorm is gestegen. Maar dat is opgelost. En door het aanvoeren van de dollars in Suriname, dan kun je altijd voorzien in de Surinaamse behoeften. Is deze geldzending voldoende om de samenleving voor nu gerust te stellen? Zullen we het merken aan de koers? We praten nu niet eens meer over voldoende. Alles wat nodig is in deze samenleving kun je overmaken, gewoon op de rekening van de US Fed. En zij brengen US dollars voor je. Dus het is gewoon een kwestie van, de rekening is daar van Suriname. Je stort bijvoorbeeld 25 miljoen erop. We hebben 25 miljoen hier nodig. Ja, we brengen 25 miljoen voor je. Dat is de rol van de Centrale Bank. Wij voorzien in de behoeften van de samenleving voor het garanderen van de financiële stabiliteit. Dus nu zal er wel wat meer rust zijn op de valutamarkt, als we dat zo moeten. Oh, dat zeker. Dat zeker. Ik verwacht ook dat de koers zal dalen. We zullen het neerzetten op het punt. Maar ja, dat is ook een soort taak van de Centrale Bank. In conformiteit met de bankwet handelen wij ten behoeve van de samenleving, ten behoeve van Suriname. Kijk, we weten dat we wel moeten werken aan de cash-economie, toch? Dus iedereen, allemang, eyepie. Mensen moeten nog steeds aantonen waarvoor ze dat geld nodig hebben. Dat is ook een van de eisen van de Verenigde Staten. Hè? Het wordt niet zomaar licht. Je moet aantonen, maar in principe, mensen zochten valuta, want ze willen op reis, ze willen op vakantie of ze moeten een klein beetje huur betalen, die 200 hier zo. Dat is allemaal opgelost. Maar men moet niet naar de bank komen en zeggen, hey, do you want 200.000, want ja, ik bedoel, men moet altijd wel verantwoorden nog steeds van, hey, ja, ben van Odo, die is naar reden. En dan zal de bank, de commerciële bank, het is niet de centrale bank, het wordt voorzien naar de commerciële bank, naar de goudexporteurs, et cetera. Die zullen wel aantonen op dat moment van, Oabing. Kunt u misschien in het kort aangeven hoe de voorbereidingen zijn geweest na dit proces, dit succes dat we binnen hebben gehaald als natie? Hoe was het? Was het een moeilijk proces? En wat waren misschien de criteria's waaraan we zouden moeten voldoen? Zo. Ik mag u zeggen dat in de afgelopen 5 maanden dit project, een van de grootste projecten waar we in 5 maanden hebben gewerkt, enorm zwaar is. Ik ben absoluut trots op iedere medewerker van de Centrale Bank die zich heeft ingespannen ten behoeve van de samenleving. Het is een verantwoordingsproces in de Verenigde Staten. En Suriname is door, dat is het belangrijkste. We hebben 5 maanden gewerkt, maar Suriname die bekend staat internationaal op een narco-staat, dit gaat slecht, dat gaat slecht. Ik moet u voorstellen, als wij on board zijn bij de US Fed, hoe slecht zijn we dan aan toe? Nee, in tegendeel. We werken keihard, the job can be done, the job is done. En daar staan we nu voor, ter garantie van de staat. Ik zou willen aantemeren dat wij de vlag die we dienen, de Surinaamse vlag, we hebben een fantastisch land.
Laten we dat ook zo etaleren.